Ik ben René Erwig, lector geestelijk leiderschap van de Academie Theologie. Je merkt dat de vraag naar wat geestelijk leiderschap nu eigenlijk is, of soms ook wat het niet is, dat dat erg leeft. Ik ben zelf ook predikant, waarbij ik in mijn werk ook aanliep tegen vragen rondom begeleiding en ook vragen rondom leiderschap. Ook in het onderwijs kom je die vragen bij studenten tegen. Dus ik merk dat mijn eigen vorming, mijn eigen weg die ik gegaan ben, dat die heel erg bepalend is ook voor het enthousiasme over dit thema. We zijn nu van start gegaan, concreet, met een onderzoek naar werkbeleving. En dat doen we als eerste omdat we willen onderzoeken hoe christenen in een seculiere context op het werk vanuit hun geloofsovertuiging werken. We organiseren symposia, we hebben ook expertmeetings waarin we met elkaar praten over zijn de vragen die we stellen wel de echte vragen? Of komen jullie andere vragen tegen in de praktijk? Wat mijn werk bijzonder maakt is in de kern denk ik samen te vatten met het zelf geraakt zijn door de liefde van God. En dat maakt dat ik graag uit wil delen van wat ik zelf ervaren heb. Zonder dat dat de maat is voor iedereen.